Deze donderpreek. Dan ga ik even lekker door over die Gesuita. Ja, mijn werkweek zit erop. En buiten zijn al die vogels. Uh, bleep 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 bleep. Met andere woorden, ik heb er wel zin in. Wie heeft er ook zin in? En dan krijg je allemaal weer nieuwe vogeltjes van met vogelnestjes van die moeders die uh, wel werken. En zo ben ik zo gelukkig. Hè? En ik heb zulke fijn werk. Wat ik zo fijn vind aan mijn werk is dat ik daar met een voldaan gevoel wegga. dat ik daar met nieuwsgierigheid naartoe ga. En stiekem vind ik het eigenlijk best wel leuk werk. Ik ben inspector Columbo. Ik, ik zie alles. Ik weet nog dat die teamleider... zegt, dit is... Als, als het team dit hoort. Hè? Maar die teamleider daar, dat is niet mijn manager. Dat is echt super spannend. En ik ben the eye on the ground. Ik zie alles als de kat van huis is. En zij heeft al aangegeven dat zij best nieuwsgierig is. En mijn baas zei nog tegen mij van... ja, uh, ik heb het met de teamleider erover gehad. En er, zij heeft wel gezegd dat we er moeten voor oppassen... dat ze, quotejes... Geen pesthekel aan je gaan krijgen. Is toch fijn hè, dat ik dan zo op pad wordt gestuurd? Ik weet wel waar ze het over hebben. Ik maak me echt nergens druk over. Ik maak daar schoon en duchtig. Banken opzij, stoelen opzij, zeg het maar. Ik haat vuil. En eh, als ik daar zo die woning dan uitga elke dag, dan heb ik eh, als ik op de heenweg ga, dan heb ik zo'n boodschappenkarretje, zo'n rateldingetje. En die, uh, halve, wij rijden daar zoveel mee hè, dat die wielen versleten raken. Dus als ik zo'n ding pak, kijk ik altijd of die wielen het nog wel doen. En anders klagen bij de baas. En die wielen mogen wij een, een slagje groter. En niet zo ratelend graag. Want als ik terug ga, ik heb 20 moppen bij me. Minimaal. Als ik een zware dag verwacht, neem ik 22. En het gebeurt dat ik ze allemaal opjas. Nou, zonder meer krijgen ze per mop 300 milliliter water. En als ik dan met die dingen ga moppen, dan ben ik wel wat water kwijt. En je neemt ook water op. Bij ongelukjes. Dus ga maar uittellen wat het weegt. Dat is toch uh, 20 moppen, hè? En dan zeg maar een pond per mop. Dus dat is tien kilo. Dat is toch wel veel hoor, tien kilo. Dat is gelijk een emmer water. Wauw. Zoiets en je, je voelt dat en je trekt dat. En het is allemaal rotzooi. Het stinkt. En dan ga ik naar dat schoonmaakhok, het centrale hok, en dan kom ik mijn collega's tegen. En we hebben gezamenlijke dienst voor de, de moppen te draaien. En één iemand is daarvan de, daarvoor de verantwoordelijke. Die heeft er uren voor. En de baas heeft gezegd van ja. Iedereen die terugkomt van de plek, die dient je die machines te checken. En als er een machine stilstaat, dan wordt die gevuld. En als die vol zit, dan wordt die aangedaan. En zo moeilijk is het niet. Ze moeten in de wasmachine, en de wasmachine heeft bij ons maar twee standen. Het is een prachtig beroep, hè? maar heeft maar twee standen. Er is handdoekjes, de ene stand. En die andere is moppen. Dus daar kan je niks aan verpesten. En de zeep die komt vanuit een dispenser. En dat is een kwestie van op de knopje drukken. Woep. Ja, wij hoeven niet de zeep af te meten. Dat wordt voor ons gedaan. Temperatuur allemaal op 60 graden, kabam. En wij houden schoon. Hè? Geweldig. Ik ben heel dankbaar voor het werk. Heel doelgericht. Ik haat vuil. Serieus, ik kan het niet kunnen. In een privéwoning. Dat... Ja, dan, dan mag het toch rommelig zijn. Maar op een plek zoals daar mag het niet vuil zijn. Want het is niet hygiënisch. Punt. Kijk, dit zijn wezenlijke waarheden die iedereen snapt. En dat is een goed uitgangspunt om te gaan nadenken over de menselijke aanwezigheid. En jouw mogelijke nuttige rol daarin. Daar gaat het om. Het gaat erom dat jij zo dadelijk aan het einde van de rit met een tevreden gevoel terugkijkt op dat wat er gebeurd is. En dat je zeker weet dat dat wat er gebeurd is... overeenstemt met jouw beeld... van dat wat er gebeurd is. Als je op hoge leeftijd erachter komt... dat je altijd gedacht hebt... dat dat en dat en dat aan het gebeuren was... maar dat blijkt dan ineens op latere leeftijd... wordt het jou duidelijk... dat dat helemaal nooit heeft plaatsgevonden. En dat jij een groot deel van jouw jeugd heb besteed aan het geloven in iets wat helemaal niet waar was. Man. Ja, dat is best vervelend. En Christus zegt dat dat ja. Dat er omstandigheden zijn waarin dat een ja, heel vervelend voor je kan aflopen. Toen je dacht dat je winnaar was. En je ontdekt dat je helemaal nooit wat gewonnen hebt en je hebt wel het prijzengeld uitgegeven. Maar je had nooit een prijs gewonnen. Je hebt uit krediet uit geloof van andere mensen. Heb jij de big spender uitlopen hangen? Ja, ja. En dat is niet veel geworden, hè? En de bok. En jouw soort is dan ja. Drie, vier generaties. En niet te vertrouwen. En dan kan je zeggen, ja, maar dat vind ik wel heel hard. Nou, drie à vier generaties, dat is niet zoveel als dertig à veertig. Snap je? Dus dat valt wel mee. De mosaïsche wet is mild. Een aantal dingen die doen wij niet meer. Bijvoorbeeld mijn aansteker. En daar kan je nog tegenin brengen van ja. Maar toen was het wel gebruik en waarom nu niet meer? Nou. nou. Christus heeft gezegd: het is niet dat wat de mond ingaat van de mens. Dat is niet belangrijk. Christus wilde het hebben over de wijze. Waarop jij spreekt en waarop jij denkt. Ja, de geniale van Christus is in mijn ogen hè, dat de man. Dus even terug, even terug. Dit is bedoeld voor vrouwen. Hè. Stel. Jij bent een tofwijf. Tof, dat is Hebreeuws. Je bent Hebreeuws, hè? Je weet van het woord. Abba is vader. Ababa betekent vader komt. Of komt vader. Nou, jij bent je bent Hebraeus. Je weet van het woord. En je hebt een man. En in jouw omgeving zitten van die sloeries. En je kent je man. En nu geef ik jou ter overweging. Als jij erachter komt dat hij seks heeft gehad met een van die slurries. Uh, nemen wij aan dat jij uh, inziet dat jij gekozen hebt voor een slechte man? Voor een Jan Piemel. Uh, beter had je een vibrator gekocht. Een hulk-holalyzer van 180 euro. Om het maar even donderprekerig te zeggen... We hebben het toch over die Jezuïeten. Dat, dat blijft het kernding. Maar die homo van dat vriendje van je... Zo'n homo sapiens... Die homo sapiens... Die heeft seks gehad met die sloerie. En jij bent erachter gekomen. Dan mag ik aannemen dat als je een normaal vervolg van de situatie met nieuwsgierigheid tegemoet ziet... Dan ben je zo dom als het achterreind van een armoedige ezel van een mislukte kerk. Het is het laatste wat je wil van jouw man. Nou, en wat dan? Dat is uh, moeilijk, oh, dat is heel moeilijk. Ja, hoe moet je omgaan met jouw soort uh, die uh, yeah, shame on you. Wat heeft jou aangetrokken in die man? Zijn seksdrive? Ja, nogmaals, had de, de, de homunculus uh, Homo incorporis stiliden gekocht. Oh, zo ding, zo'n zo rodeopaard. Eh, een rodeopaard met een heel, En dan ga je lekker bovenop zitten met een zweep en... Daar heb je meer aan. Als het je daar toch om gaat. Je moet er keihard in zijn hoor. Anders komen we hier niet uit. Nou een Christus. Die zei. Heel feintjes tegen jou meisje, meisje als jouw vriend alleen maar denkt aan seks met een van die slories dan zit jij meisje, meisje in dezelfde shit. En nogmaals. Shame on you. Tonbarau. Eyhole. En dat bedoel ik positief. De wetten voor leven, de wetmatigheden daarvan, die zijn bekend. En wat men doet, is men grijpt er wat frazen uit en breidt daar vervolgens een heel eigen verhaal aan. En dat zijn de Jezuïten. Die ons gaan vertellen dat alles is bij toeval ontstaan toen er wat was. En dat wat er is, wat er was, voordat het bij toeval ontstond, hè, dat was de resultante, het resultaat van een explosie. En voordat die explosie was, was er niets. Je had niets. Toen kreeg je een explosie. En ja, toen is bij toeval uh, Darwin op een boot gestapt en naar de Galapagos gevaren en zich blind gestaard op vinken. Dat is wat de Jezuïeten jou willen doen laten geloven. En het, het aanlokkelijke daarvan, zo wordt het verkocht... Is dat we het hier hebben over een wetenschappelijk onderbouwd geheel? En wetenschap: dat is onderworpen. Aan regels der neutraliteit. Ik heb een bril. En. die bril die vertelt mij heel neutraal. wat er in mijn omgeving zich afspeelt. want zonder bril kan ik niet lezen. En die bril heeft geen oordeel. Die, dat, is, dat snap je toch, hè? <laughs> en zo moet wetenschap dat ook niet hebben. Dat is de afspraak. Dus wetenschap is de verzameling der kennis waarbij men zich gehouden heeft aan. Punt 1. Wat was het doel van het onderzoek? Wat was de vraag. waar het onderzoek antwoord op moest gaan opleveren? Wat waren de aannames. over de mogelijke oorzaken. van het probleem waar de vraag over ging? En dan de beschrijving. van de proefopzet. Want wetenschap is. altijd gebaseerd op empirie. met de uitzondering van de theoretische natuurkunde die tot doel heeft om de gegeven modellen zoveel mogelijk uit te vringen zodat die ook nog de allerlaatste inzichten opleveren volslagen gebaseerd op taal dat is theoretische natuurkunde die doen geen experimenten per definitie niet Alleen maar archeologisch onderzoek in de eerder gegeven fundamenten van de taal. Snap je hem nog? En de rest is empirie. Dus dan heb je iets onderzocht. En ja, daarbij heb je dan de beschrijving van het onderzoek. Um, Daar kunnen we dan... We uh, houden het een beetje kort. Ja niet zo'n heel lang verhaal van... Ah, dan ben ik hier geweest, ben ik daar geweest, ben je ben niet zo klets 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 klets, nee gewoon kort. Je hebt wat onderzocht en de gegevens willen wij zien 2D, dus van links naar rechts en van boven naar beneden en met duidelijke assen daarbij, dingen als kolommen, rijen, heel duidelijk, een plaatje qua getallen. En alle onderliggende gegevens. En die onderliggende gegevens. daarvan moet gegarandeerd zijn. dat die niet gefilterd zijn. Want alles met filtering zit in het model. Dus wat we niet gaan doen. is de metadata. gefilterd opslaan. Dat slaat nergens op. We leven nu in de tijd van de digitale toestanden. Dat houdt in dat een sensor. die geeft per seconde een bliep. En die bliep die bestaat uit 64 bits. Nou, en you believe me, in 64 bits kan je ontzettend veel bliepen. Nou, dat zijn de. Dat is de meetdata Dat is de metadata. Nou, die heb je ergens staan. En hoeveel is dat? Nou, is helemaal niet veel. Een sensor, een temperatuursensor, die geeft per seconde 64 bits, laten we zeggen. Maar wat is dat nou? Dat is 8 bytes. Oh, weet je wat een pornofilm is? Dat is gigabytes. Tenminste, als je detail wil zien. Weet je, high quality. 3 bij 3 meter geprojecteerd. Dat wil je zien. En dan de, de, de filters die erop gaan. En die leveren dan een beeld op. En de filters, dus de bewerking van de gegevens. De, wat neem je? Gemiddelde, mediaan. Kies het maar. Hè? Wat doe je? Uh, doe je logaritmes toepassen? Waarom niet? Als dat het beeld verduidelijkt, pak de logaritme erbij. Je kan van alles verzinnen. En voor al die filters moet een onderbouwing zijn vanuit, ja, jouw idee. Dat is wetenschap. En dan weten wij precies hoe die oorspronkelijke data door jou gefilterd zijn en welk plaatje dat opleverde. En dan gaan we op basis van dat plaatje. gaan we alarm brullen bij de Senaat. Op basis van wetenschap. Op basis van die kwalitatieve methode. En. Wat een organisatie zoals die klimaatmeuk daar van de Paus, van de Jezuïeten. De Intergovernmental Panel on, on Climate Change of zo. IPPC. Die hebben niet eens de, de, de temperatuurdata. Dat is het eerste wat je zou verwachten van het IPCC. Dat zij zeggen: uh, wij gaan vanaf nu de temperaturen over de hele wereld, uh, die wordt via IJsland doorgebliept, en we gaan alle temperaturen over de hele wereld in de gaten houden vanaf nu. En een apart team wordt aan het werk gesteld om te achterhalen wat de geschiedenis is van al die temperaturen overal. Met en we willen per temperatuur willen we weten de datum en tijdstip. De, je mag het ook gokken als ik je zeg dit was 2000 of eh, dat je het niet echt zeker weet, maar als je het zo zeker mogelijk en tot op de minuut lijkt mij voldoende. En daar kunnen we over discussiëren. Maar dat maakt niet zoveel uit. Huh? Nou, bij een minuut zou ik ophouden. Mm -hmm. Ik zou niet weten waarom je een seconde wil weten van een temperatuurmeting in Simbabwe. Maar je weet het niet. En dat maakt helemaal geen donder uit. Maar dat zou je moeten doen. En hoeveel data is dat? Per seconde. Nou, dan heb je 64 bits per meetstation. En hoeveel meetstations hebben we over de hele wereld? Zeg maar 1 miljoen? Nou, dat is. Dan dus, heb uh, je 64 megabyte per minuut. Ja, dat moeten wij wel aankunnen, hè? Ik koop hier bij de Action koop ik een, een opslagmedium van 64.000 megabyte voor 6 euro. Dus dan kan ik uh, 64.000 en dan gedeeld door wat zei ik net. Dat kan ik dus wel aan qua minuten. Hey, dat zou het IPCC moeten doen. Dat doen ze nu. En zij weten ook, als ze dat gaan doen, dat wij zeggen, oké, okay, er is dus niks aan de hand. Want er is niks aan de hand. Antarctica, dat ligt berstens vol met sneeuw, ja. Al heel erg lang. En dat is toch geen probleem? Ja, maar als het allemaal gaat smelten, nou wat gebeurt er dan? Ja. En als de maan omlaag valt, wat gebeurt er dan eigenlijk? En waar komt die terecht, de maan? En ja. Is het dan wel echt zo, hè, als de maan dan omlaag komt, hè? En, en die ramt dan tegen de aarde, stel ergens, we, we denken dat lekker ver weg bij die, uh, die bonenvreters, want uh, hè, die kennen we toch niet. Hè? En die valt bij die bonenvreters, uh, as heb ik wel, ik, ik bid niet voor bruin bonen, hè? maar die bonenvreters die, die, die krijgen die maan. En maar, breekt dan de hele aarde in tweeën. Nou, ik denk het niet, maar... Raken we even uit balans? Ja, ik denk het wel. En overleven we dat? Ik, uh... Ja, goede vraag. Kijk, je wordt er helemaal gek van als je zo gaat denken. Je gaat je dingen afvragen, scenario's voorstellen, en die zijn te gek voor woorden. Net als die Big Bang Theory. Van de Jesuits. Dat komt uit hun koker. En Darwin komt uit hun koker. Het verzinnen die. Trutten. Ze hebben zo'n ding met Isis. En Anina. En eigenlijk is het allemaal één grote vrouw. Ja, precies. Dus de wereld is één grote vrouw. En wat doen we met vrouwen? Nou, vrouwen die gaan we fucken. Dus uh, fuck de wereld. Dat is de, de aard van dat tuig, wat de naam van onze Heer heeft aangehezen als een hemd. En zichzelf Jezuïeten noemt. Ik laat maar even een pauze vallen. Dit, dit is wat Christus heeft veroorzaakt. In de Aristotelische zin. iets van uh, actie is reactie en Christus heeft gezegd van er zullen velen komen in mijn naam. Nou, de Jezuswitten zijn gekomen in Zijn naam. Dat lijkt me nogal duidelijk. Ik spreek toch geen Frans of zo. En Christus kon dat weten. Natuurlijk. Ik laat maar even een pauze vallen. Maar het, hoe, hoe moet ik het uitleggen dat Christus kon weten? Want er zullen velen komen in mijn naam. En maar die zijn mij helemaal niet. Die gebruiken mijn naam. Dat is wat Christus zei. En, Dat is helemaal niet moeilijk. Het begint met het accepteren dat Christus wenselijk was. Dus wij wilden altijd Christus en die hebben we ook gekregen. Dat sprookje moet je geloven. Dat is een stap. En die gaat heel diep in op jouw eigen moraal. En het geeft jou een lineaal om je eigen moraal te meten. Je krijgt inzicht naar je eigen handelen. En jij krijgt het vermogen om in te zien dat je iets gedaan hebt wat ten koste ging. En dat je denkt, oei. Dat is erg belangrijk. Er is een Engels gezegde en dat luidt. Uh, Wandel onhoorbaar, geruisloos, wandel geruisloos en draag een grote knuppel. Wat vind jij ervan? Kijk, dit gaat over de Jezuïeten Hoe die ons in een bepaalde moraliteitsafvragendheid willen leiden. En even terug naar walk silent en walk silently en carry a big stick. Ik ben het niet eens met, de, met het materiële daarvan, dat je een grote knuppel moet hebben om iemand op zijn kop te slaan. Ik kan me wel voorstellen dat zoiets een waarheid is in die zin van um, wees geruisloos. Dat is een, goed, een goede tip, altijd. ...en wees voorbereid. De Jezuïten... ...die... ...komen met... ...de meest... ...wanstaltige... Uh, ...wierklig... ...ideeën... ...die... ...in wetenschappelijk... Oogzicht schandalig zijn en lopen ons angst aan te jagen op basis van onzin. En dat doen ze al de... sinds 1540. En ze lachen zich kapot. Want zij zijn de baas binnen de universele kerk. En zelfs binnen de universele kerk zijn er stemmen die zeggen: Ja, het zijn die Jezuïeten. Wij willen alleen maar Maria-koekjes eten. Een beetje kaarsjes branden. En uh, we zijn van die familiemensen. En. Uh, en uh, ja, wij uh, doen dat dan graag op die en die dag en die en die dag. En dat doen we altijd zo. In, uh, en we zijn tegen abortus. En voor het huwelijk. Ja, ik laat maar even een pauze vallen. Dat jij er ook over nadenkt. En dat je kennis neemt van de. De materialisatie van de grote creator van chaos. Want we maken er een puinhoop van, en dan gaan we kijken wat er gebeurt. En dat zijn de jezuïten Dus je zou kunnen zeggen, ze hebben de paus bedrogen. Ze hebben de paus beloofd dat hij de paus zou verlossen van het protestantisme. En wat ze gedaan hebben, is dat ze het protestantisme naar binnen hebben gehaald. Dat is wat de traditionele katholieken de jezuïten verwijten. En dit lijkt mij een punt voor de jezuïten. Dit gaat zo ver dat ik gehoord heb dat er in Duitsland opnieuw een afscheiding dreigt. Ja, ja. Dit is rete interessant. Als je een tijd had willen meemaken in het grote boek der uh, meest fantastische tijden ooit, uh, heet het een dag. Ja. Spannend hoor. Wat gaat het worden? En er zijn meer punten waar het rommelt. Hè? Trump bijvoorbeeld. Wat vind jij van Trump? Trump is aangestuurd door de Jezuïeten. Hillary Clinton, Bill Clinton, dat soort mensen die zijn van de Jezuïeten. En de rest ook. Jerzy Brzezinski. Was de, de godvader of zo. Van Barack Obama. Of ze, big news, Ze, big New, Brzezinski. En die andere. Hij heeft zoveel van die namen. Allemaal jezuïten. Georgetown University. Marialand. <laughs> ze zijn. Er, ze zijn er trots op dat zij zich zo openlijk kunnen manifesteren. En dat wij niet in de gaten hebben dat ze er zijn. Ze hebben in Washington, DC, een obelisk opgericht. Dit zijn geen grapjes. Dit zijn statements. Bij die maanlanding was het ding dat die Amerikanen een vlag zouden plaatsen op de maan. En waarom is dat? Denk je even na. Dus denk even bij jezelf na over zo'n maanlanding. Je, je krijgt er niet over uitgesproken. Stel, je wil het. Laten we daar uitgaan. Je wil naar de maan. Oké. Okay. Dan is de vraag: uh, hoe makkelijk is het? Het antwoord was: dat is heel erg moeilijk. En we willen het omdat het moeilijk is. Dit zijn de woorden van John F. Kennedy. En dan gaan we het doen omdat het moeilijk is. Oké. Okay. Wij willen alleen maar bewijzen aan onszelf dat we dat kunnen. Ja, ja. Nou. Ook is het zo dat wij van de maan nooit mm, ja, informatie hebben gehad van dichtbij. Hoe warm is het op de maan eigenlijk? Uh, die valversnelling die zou op de maan een zesde zijn wat hier is. En daar is een natuurkundige onderbouwing achter. En die is gebaseerd op, de, op het model van Isaac Newton. Nou, klopt het? Is de, maan, is de valversnelling op de maan inderdaad een zesde van die hier op aarde? Dat is het eerste wat ik zou willen weten. Als je er toch naartoe gaat, omdat het moeilijk is, en alleen daarom ga je er naartoe, dan zou ik als nieuwsgierige, als wetenschapper, willen weten: wat is de valversnelling op de maan? Lijkt mij. Het punt is dat je de valversnelling op de maan die moet ingeprogrammeerd zijn in een computer die dan precies weet hoe die moet afremmen met zijn uh, ja, duurraketten. De reden daarvoor is dat als jij in een zwaartekrachtveld komt dan word je per seconde, uh, ga je qua snelheid uh, um, omhoog. Dus 1 meter per seconde, per seconde harder. Zeg maar, of 0,2 meter, maar het maakt niet uit. Het begint heel langzaam, maar het neemt toe uh, met een parabool. Het gaat steeds harder. Dus de uh, valversnelling is meter per seconde kwadraat. En dat is een parabool. Dus als jij op de maan wil landen, dan heb je als voordeel dat je steeds sneller valt, en uiteindelijk wordt dat een probleem, want anders slaan we te platter. Dit, ik vertel je nou niks nieuws, hè? Nou, dus dan moet je afweerraketten uh, dingen hebben. Of, of wat, een, een airbag. Vind ik ook goed. Maar je zal iets moeten hebben om de boel af te remmen. op een beetje ja, lichaamsvriendelijke manier. Dat de inzittenden het wel overleven. En hoe ga je dat doen? Hoe hard moet je afremmen? Want als je teveel afremt, dan raak je de energie voor het afremmen kwijt. En je hebt teveel afgeremd, ja, dan hang je half stil. En dan verlies je kostbare seconden. En zodanig heb je te weinig aan echte nodige, brandnodige afremenergie. Ik, ik vertel nu niks nieuws. Als twee objecten, die allebei een gewicht hebben, op enige afstand van elkaar zijn, dan trekken ze elkaar aan. Dat is een Newton. En die aantrekkingskracht, die, dat, die uit zich in de valversnelling. En de valversnelling is een parabool. Het is niet heel ingewikkeld. En een parabool, hoe ziet hij eruit? Nou, dan ga je naar Brussel toe. En dat is best leuk in Brussel. Ja, je moet me houden van houden, Maar stel, je vindt het dan toch leuk. En je gaat naar Brussel. Dan is daar. Of is het Antwerpen? Nee, het is Brussel. Maar je bent toch in België. Dus dan ga je buiten Brussel ergens leuk eten. Heb je zo'n standbeeld van uh, zo'n zo 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 Joris Demmink jongetje? De Joris Demming, die beroemde secretaris-generaal, die dan de zondebok was voor die pedo-schandalen. Maar gelukkig is Joris Demming geen haar op het hoofd gekrenkt. Een van de successtories van de homoseksuele mensen. Nou, daar zie je dus dat kereltje, dat mannekepis. En dan moet je kijken naar uh, de vorm van dat straaltje. En dat moet je dan bekijken niet als het hard waait. Maar als het een mooi. Bzzzt. En wat je ziet is een parabool. Het is niet verwonderlijk dat in die dagen van Newton dat mensen helemaal in de geest kwamen en dachten van ja, bij Pythagoras heb gelijk, het is allemaal een kwestie van getallen. En ja, dat is zo. Je kan er ook niks aan doen. De manneke pisbeeld is heel verschrikkelijk als je erover nadenkt met Joris Demming en zo. Maar als je dat nu even wegdenkt. Het gaat om een straaltje water. En zo weten wij dat uh, de, de afstuurdinges, de remraketten... Hoe ga je dat doen? Hoe ga je jezelf nou afremmen... In nul atmosfeer. Snap je? Ik heb daar een vraag bij. Van oké. Okay, wij zijn afgekoppeld. en we gaan landen op de maan. En dan krijgen we de valversnelling. die is een zesde van hier op aarde. Maar dat is nog steeds 1,6 meter per seconde. kwadraat. Het best hard. Na twee minuten. Als je me niet gelooft, moet je maar een eigen spreadsheet maken. Dat is denk ik ook het beste. Dat je het zelf even controleert. Hoe hard val je op de maan? Dat is best hard hoor. Uiteindelijk, na zoveel minuten. En het versnelt alleen maar per seconde. Ook nog een keer. Dus. Als het op een bepaald moment echt een probleem aan het worden is. Nou, het enige wat je zeker weet. is dat het één seconde later. dat datzelfde probleem. twee keer zo groot is. Of zoiets. Dan zat het ding erbovenop. Hoppakee, nog meer. Ja, ja. En dat heeft allemaal plaatsgevonden. Ja, ja, maar wie heeft dan die, uh, ja, precies die paraboolvorm kunnen dingen, zijn? want je moet je hoogte weten, je moet, je moet, je moet precies efficiënt goed genoeg remmen. En hoe dan? Nou, dat moet je van tevoren modelleren, je moet, je moet langzaam tot stilstand komen. Als je te hard tot stilstand komt, dan overleven de, de, die, die astropersonen het niet. Nou, dan staat het dingetje staat er wel, maar die mensen die zijn tot prut. Ja, dat zijn er van die dingen. En die jezuïeten die willen ons doen geloven dat ze dat konden. Tja. En dan zou je zeggen, want even terug, die. Wat ik dus net zei over die valversnelling op de maan, dat hebben ze daar niet gemeten. Dat is verdachte. En ook geen temperatuurdata. Dat is vreemd. En ze hebben de Nederlandse overheid in naam van Willem Drees een steen gegeven van de maan. En dat was geen steen. Dat was ver. Versteend. Houd. Dat heet fraude. Dus wij kunnen zeggen dat het officiële verhaal rondom de maanlanding, dat daar een zaak van fraude in zat. En als er in zoiets belangrijks als naar de maan gaan voor de mensheid, omdat het moeilijk is, alleen daarom gaan we daar maar toe. En dan is er fraude. Ja, ja. Dat zijn de Jezuïeten. En wij trappen erin. Elke keer weer. En zij weten hoe het moet. Zij weten hoe ze onze meisjes moeten bespelen. Ja jo, joh. Het is noodzakelijk zo. Je kan God verwijten dat hij dit mogelijk heeft gemaakt. Maar dat kan weer niet. Want Christus heeft gezegd: ze zullen komen. Dus. Uh, ja. Nou ja, nou hebben we ze dus. En ze zitten overal achter. De Vietnamoorlog, er waren jesuiten. De afslachting in Kroatië. Himmler was een jesuït. Roosevelt, de, die familie, die, die waren het niet eens met wat er allemaal uh, precies wel gebeurde. En ze vonden het wel best. Ele Eleanor Roosevelt die heeft verteld aan die auteur van, ik dacht The Rulers of Evil. Of nee, het was Avril Manhattan. Avril Manhattan heeft het boek geschreven over de link tussen de Vietnamoorlog en de Jezuïeten. John F. Kennedy is vermoord door de Jezuïeten, Abraham Lincoln is vermoord door de Jezuïeten. De Jezuïeten, dat zijn moordenaars. Ze zijn blind. Dat is hun manko. Ik heb je gelijk het geheim verklapt. Zij zijn blind... En wij moeten onzichtbaar zijn voor hulli. Wegkruipen in het donker. Onze tijd komt. Kijk, de idioterie met de jezuïeten is naar de analyse van Jean Heros. Die staat in de links hieronder. Dit zijn zorgvuldig geselecteerde links. Daar heb je alle onderbouwing van dat wat ik je vertel. En Jean Ross kwam met een hele eenvoudige uitleg van de scam. En die is dat bij de aristocratie alleen de eerstgeborenen. Die krijgen de volledige erfenis. En de rest wordt in principe overgelaten op zichzelf. Neem uh, uh, Koning Willem-Alexander. Hij heeft alles. En zijn broer Bernard, die moet het zelf maar zien te rooien. En dan krijgen ze bijvoorbeeld een baan bij de, de ESA, de European Space Agency. Dat is een van die, van die prinsen van ons die werkt voor de ESA. Wat hij doet, ik weet het echt niet. Ja, waarom zou jij naar de maan willen gaan? Ja. Waarom? Er is niks. Dat was voorspeld. En wat we terug hebben gekregen, wij dan als Nederland, dat was een versteenstukje hout. Ja, ja, en wij geloven dan nog steeds dat die Amerikanen naar de maan zijn gegaan, want wij hebben een versteenstukje hout gekregen. Snap je, zo werken de Jezuïeten. Want zij weten dat wij echt alles geloven. Als je het maar met enige overtuiging zegt. Het zijn complete rantebielen, ze hebben hun ziel verkocht. En dat is... Uh... Ja, wat moet je daarvan vinden? Er zijn zoveel mensen die van die beslissingen nemen om maar de meest idiote dingen te gaan doen. Ik heb zo'n vriendin, dat is best een aardige wijf. En als ze nou een beetje meewerkt, dan. Nou, dan krijgt ze een contract met mij. En dan wordt het lachen. Ik ben een aardige man. En dan doet ze zo. Uh, playing hard to get. Ja, ik heb zoveel heel heel veel aan mijn hoofd. Hè. En dan, oh dit en dan, dat en mijn zus en zo. En precies mij gaat het er nou om om die bijenstorm in haar Limburgse kop om die tot stilstand te brengen. En dan worden we lekker oud. En we zien er nog steeds goed uit. Dan wandelen we samen regelrecht de hemel in. Als getrouwd stel. Een beetje een probleemhuwelijk, maar. Ja, gedenk Hosea. Hosea had ook een prostituee als vrouw. Hè? Heeft die kinderen mee verwekt. Ja, niets staat mij in de weg om te trouwen met deze vrouw. Maar als ik er een zou willen, wil ik echt zo'n gekke, door de drol gehaalde limbo uh, als die. Als je een toch een gekke vrouw wel. En het staat mij wel. Een beetje gekke vrouw. Zo'n eentje die heel lief is. Maar je moet er geen strobreedte in de weg leggen. wel een gekke vrouw. Die er goed uitziet. Voor de leeftijd. Kijk, hey, dat is jouw leven ook. En die Jezuwieten, die, die, je die gaan zich bemoeien met seks. Dat is ook zoiets. Dat is godslastelijk wat ze doen. Hoor. Seks verheffen tot probleem. Ja, maar er zijn sommige mensen en er zijn jongens en die doen het met jongens. En ja, dat is toch wel een probleem. Ja, maar wat is het probleem? Waar bemoei je je mee? Nou, uh, nou dat, is, uh, dat er dus jongetjes zijn hè, en die doen het met jongetjes. Hè, en dat er dan andere mensen zeggen: foei, dat mag niet. En dan worden die jongetjes die het willen doen met andere jongetjes, hè, uh, die krijgen dan foei te horen. En dat mag niet. En waarom eigenlijk niet? Zo'n vraag wordt ons opgelegd door de jezuïeten. En van dat soort idiote vragen, daar ga je idioot van denken als je die wil gaan beantwoorden. Want wat, wat is dan het? Je, je, je wordt er helemaal gek van. Dus, uh, jongetjes die seks willen hebben met andere jongetjes, die zijn zielig. Giro 555. Ja, want ze worden gediscrimineerd. Oh, 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 oh. Dat zijn de Jezuïten. Die ons dat soort problemen aanpraten. Schijnproblemen. Die Jezuïten, dat is een ongelooflijk georganiseerde bende. die chaos produceert. Met waan. Met theater. Met voorstellingen voor elk wat wils. Ze spelen met oe'n piemel. Tot de volgende. <laughs> Donde